Jij wil starten met ondernemen en bent op zoek naar informatie en tips. In deze video 5 tips van echte ondernemers. Welkom bij 7D-TV. Mijn naam is Ronnie Overgoor van 7D-TV en op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Dat doe ik 2 keer per week en inmiddels heb ik meer dan 1300 ondernemers geïnterviewd. En heel vaak stel ik ze de vraag, joh, wat is nou jouw gouden tip om te starten als ondernemer? En in deze video deel ik 5 van deze tips met je. Heel veel kijkplezier. Vaak hoor je dat ze zeggen, je moet gewoon doen. Ik ben het daar niet echt mee eens. Ik denk uiteindelijk als starter, luister en kijk goed naar je markt. Wat wil de markt? Wat wil je klant? En kan jij aanbieden wat die klant wil? En pas als je dat goed doorhebt, dan zou ik aan de slag gaan en doen. Werk niet te lang aan je ondernemingsplan. Ik zou zeggen, maak wel een ondernemingsplan, maar hou het zo kort mogelijk. Besteed veel aandacht aan de financiële paragraaf. Maar wacht niet te lang met starten en iedere keer maar je plan bijschaven. Want als je eenmaal echt begint, dan kom je er al vrij snel achter dat het toch allemaal niet is zoals in je plan. En dat plan kun je dan wel mooi houden als een soort van referentiekader. Maar maak daar geen work of art van. Tip voor starters, daar zou ik graag willen meegeven. Als je een technisch idee hebt, kijk zeker naar het subsidielandschap. Want dat kan een eerste motor zijn om bijvoorbeeld de haalbaarheid van jouw product te beoordelen en te onderzoeken. En daar zijn meerdere subsidies voor om eigenlijk die eerste stap te kunnen zetten. Kom je er dan achter dat het niet rendabel is bijvoorbeeld, dan heb je wel die periode dat je dat hebt weten te onderzoeken. In ieder geval gefinancierd gekregen vanuit de Nederlandse overheid. Ik vind het allermooiste uitvinding is crowdfunding. Eigenlijk is Dopper ook gecrowdfund. Toen bestond het Engelse woord in Nederland nog niet. Ik heb familie en vrienden gevraagd en gepolst of ze mij wilden sponsoren, want ik had niet genoeg centen. Elke keer moet je weer je gesprek voeren en moet je eigenlijk een zieltje voor je winnen. Maar aan de andere kant hoor je ook of iets gevalideerd is of niet. Er zijn natuurlijk familie en vrienden die het allemaal maar stom vinden wat je doet. Dus daar moet je dan ook alweer doorheen prikken. Maar het allermooiste is als je iets, dus een goed idee online zet en het laat crowdfunden. En of de crowdfunding nu wel of niet lukt, maar je merkt aan de reacties of iets een succes wordt of niet. Door het gewoon te doen, maar denk wel eerst heel goed na of je er uiteindelijk wel geld mee kan verdienen. Want je kan eindeloos nadenken over je logo, je website en je naam, et cetera. Maar als je niet je eerste factuur weet te sturen aan mensen die er echt voor betalen, dan moet je het gewoon een hobby laten. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad en dat ze jou helpen om te starten en super succesvol te worden als ondernemer. Wil je nou meer weten over alles wat met ondernemerschap te maken heeft? Hier op 7D-TV vind je de echte gesprekken met de echte ondernemers. Hieronder kun je abonneren en dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.